Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag gaan we een paashaasje maken. Eigenlijk is het een eierdopje. En het haasje, dat teken je dan op een ei. Wat heb je nodig? Je hebt een rolletje toiletpapier nodig. Een beetje bruin papier. Ik ga bakpapier gebruiken. Je hebt een schaar nodig, een lijmstift, een viltstift en een ei. Je kan een bruin ei gebruiken, maar je kan ook een gekleurd paasei gebruiken. Ik ga eerst het rolletje toiletpapier bekleden met het bruine papier. Je kan natuurlijk ook een haas in een heel andere kleur maken en er cadeaupapier voor gebruiken bijvoorbeeld. Ik ga dus mijn hele rolletje insmeren met lijm. En dan rol ik hem zo in het papier. En als je rond bent, dan kan je de rest van het papier afknippen. Ik had daar net wat te veel afgeknipt, dus ik heb er nieuw papier rond gedaan. Wees dus voorzichtig, knip er niet te veel van af. En knip dan ook aan de randjes het papier eraf. Even kijken hoe het eruit ziet als ik het in drie verdeel. Eén deel ga ik gewoon van onderen zo laten. De twee andere delen die ga ik inknippen. Rechts en links. Dus 1, 2 en 3 delen. Dus van de 3 delen heb ik er eentje zo gelaten en de twee andere ingeknipt. En ik ga dat stuk afknippen. Misschien begin je het te zien. Zien hoe het werkt. Ik ga dan hier twee oortjes uitknippen. Dat is er al 1. Dat is nummer 2. Je kan ook de binnenkant van de oren beplakken. Ga ik doen, dus ik doe wat lijm op de binnenkant van mijn oren. Iets te veel lijm. En dan plak je daar het papier erop. Knip het eerst ruw af en dan kan je het nauwkeuriger bijknippen. En dan gaan we nu het ei erin zetten. En daarop ga ik het gezicht van mijn paashaas tekenen. Ik begin met een kleine driehoek in het midden, dat wordt zijn neus. En van de neus uit maak ik zo'n streep. En zo twee halve cirkeltjes, dan heb ik zijn mond. En nog twee kleine oogjes. Je kan een dunnere stift gebruiken om snorharen te tekenen. Je kan ook een stukje watten achteraan op je vormpje kleven en dan heb je een staart voor je haas. Je kan ook wat lint gebruiken, gewoon als decoratie, voor Pasen.
Je zou een klein strikje kunnen tekenen voor je haas of eentje maken van lint. Dan wordt je haas er wat vrolijker op. Mijn paashaas is klaar. Het ei kan je opeten en je eierdopje kan je telkens opnieuw gebruiken. Je kan ook telkens een ander gezichtje tekenen. De ene keer lacht je haas, de andere keer kan hij wat ernstiger kijken. Hij kan ook eens een keer zijn tong uitsteken. Ik vind het echt leuk om zo'n haas ineen te knutselen. Laat me weten hoe het jullie gelukt is bij de reacties. Vergeet ook de andere video's niet te bekijken en abonnement te nemen op het kanaal. En hoop ik die terug te zien bij een volgende video.